Ja, ik heb voor deze presentatie dus wel een beetje gekeken van wat is er gezegd door onze leraren hierover. En ook door de teksten, de oude teksten. Dus. Het is een onderwerp wat je niet heel veel over hoort praten. Het is natuurlijk een onderwerp dat best wel pijnlijk is voor veel mensen. En er ligt in het boeddhisme vaak wel veel nadruk op geluk en positieve psychologie. En wat minder op de duistere kant. Dus je hoort wat minder over spijt en schuld en dat soort dingen. En ja, dat is natuurlijk wel ook een deel van hoe we in elkaar zitten. Dus daarom hierbij. Of zoals de Belgen zeggen, voilà. Dat zijn de Fransen misschien, nou ja. Spijt, het woord voor spijt in het oude Pali is vipatisara. Het streepje boven de A geeft aan dat het een lange A is. En ja, ik zal je de details besparen hoe je de T anders moet uitspreken dan een gewone T. Maar laten we zeggen dat het Vipatisara is. En dat is het woord dat we gebruiken in de oude teksten voor spijt. Het is met name met betrekking tot morele zaken bedoeld. In het Nederlands kennen we verschillende woorden voor spijt. Spijt op zich is niet echt een heel duidelijke, is een vrij algemene en ruime betekenis. In het Engels heb je regret en remorse. Dat is nogal een duidelijk onderscheid, omdat remorse gaat ook echt over de dingen die je zelf hebt gedaan. En regret is meer dat je iets om je heen ziet gebeuren wat je jammer vindt of zo. Dat is in het Nederlands niet zo duidelijk. Maar wat we wel een onderscheid hebben is het verschil tussen spijt, dat een soort van geestelijke kant heeft, dat we inkeer noemen. Dus dat je inkeer in je leven vindt of dat je jezelf ja, in het reine, dat je als het ware ja, met jezelf in het reine komt. En opnieuw begint. Maar als spijt, zeg maar, een onderdeel van jezelf wordt en dat je het eigenlijk erin vastzit, dan noemen we dat misschien wroeging. En dat is eigenlijk altijd negatief. Dus dat zijn de woorden die we hebben. Maar in het Pali is het spijt eigenlijk altijd iets wat een tijdelijke functie heeft. Namelijk. Dat we ons realiseren wat we verkeerd hebben gedaan en hoe we het kunnen verbeteren. En het is uiteindelijk wel iets, wordt wel iets gezien wat vermeden moet worden. Wat je probeert te vermijden om een positieve manier je leven te leiden, waardoor je niet spijt hoeft te hebben. Maar als je spijt hebt, hoe ga je daar dan mee om? Nou, waarom hebben we spijt? Eigenlijk zijn het. Dat is best wel helder, dat zegt de Boeddha zelf van spijt. Spijt, zegt hij, dat komt eigenlijk van twee dingen. We hebben de goede dingen in ons leven, wat we soms in het boeddhisme ook wel heilzaam noemen, of kusala in het oude Pali. De goede dingen hebben we niet gedaan. We zouden zo graag er meer zijn geweest voor die of die persoon. We zouden onze vrienden graag meer hebben geholpen. Of we zouden graag meer tijd hebben doorgebracht met onze vader of moeder. Dat is de soort van dingen waar mensen spijt voor hebben. Er heeft ooit een verpleegkundige, die in de palliatieve zorg werkt, heeft een heel lijst gemaakt van de dingen waar mensen het meest spijt van hebben op hun stervensbed. En dat zijn allemaal van dat soort dingen. Van ik heb te veel gewerkt. Er was helemaal niet bij, ik heb te weinig gewerkt.
Dus ik heb te veel gewerkt, ik ben er te weinig geweest voor die of die en dat soort dingen. Het blijkt dat het ook wel eens te maken heeft met het durven je dromen te realiseren, te verwezenlijken, hè? En je daarvoor inzetten. Een belangrijkste reden voor spijt in onder Amerikanen bijvoorbeeld, wat eigenlijk de belangrijkste is die er helemaal heel duidelijk uitkomt, is dat ze vinden, dat ze van zichzelf vinden dat ze niet genoeg onderwijs hebben genoten. Ah. Dus dat komt eigenlijk als nummer 1 uit de bus telkens. Maar dat zegt meer over Amerika dan over de menselijke geest. Dan heb je het onheilzame gedaan. We hebben dingen gedaan waar we spijt van hebben die verkeerd waren. Het is niet zo dat we ze niet genoeg hebben gedaan. We zouden eerder het gevoel hebben, kon ik het maar terugdraaien. Dat is dus ook een reden waarom mensen spijt hebben. Nu, die twee dingen zijn verschillende zijden van dezelfde medaille. Twee zijden van dezelfde medaille. Maar er is een andere manier om daarmee om te gaan, denk ik. Het is toch een beetje anders in ieder geval. En daarom wil ik er even allebei apart op ingaan. Ik denk dat vandaag best wel een korte lezing is trouwens, want ik merk dat ik er vrij snel doorheen ga. Dus als je me wil onderbreken, mag dat. We maken het langer. Ja, ik heb wel trouwens wat verhalen die ik wil vertellen. Misschien dat ik die daar ook wat tijd aan kan besteden. Maar het is ook een vrij onderwerp waarvan ik al zei, het is niet heel uitgebreid, wordt er over verteld in het boeddhisme. Ook in de oude teksten wordt het over het algemeen niet heel erg diep op ingegaan. Jij hebt het over het heilzame naar een ander toe, maar wat bij mij eigenlijk het eerste naar boven komt, is het heilzame in mezelf. Dus te weinig naar jezelf geluisterd. Niet voldoende gemediteerd. Ja, dat kan ook. De dingen die je belangrijk vindt in je leven, idealen, ik noemde het net de dromen. Bij dromen denken mensen natuurlijk vaak aan dingen buiten zichzelf, maar de dingen die je belangrijk vindt in je leven niet genoeg gedaan hebben, dat is natuurlijk een van de dingen waar we spijt zouden kunnen hebben. Je ziet natuurlijk ook heel vaak mensen, als ze een prognose krijgen bij een ernstige ziekte, dat ze nog maar zoveel dagen kunnen leven of zo, dat ze dan ook allerlei dingen gaan doen ineens, die ze eigenlijk altijd al heel lang hadden willen doen. Ja. Je bent nu 10 minuten aan het praten en ik denk alsmaar van, ik heb eigenlijk nergens spijt van. Dat is toch ook gek? Ik zie niet. Dat is heel mooi. Maar dat weet ik niet. Ik zie meer, als ik dingen heb gedaan vroeger die ik nu anders zou doen, heb ik daar toch geen spijt van. Want ik denk, ik ben nu gekomen waar ik nu ben. En daar heb ik van geleerd toen. Zo zie ik spijt. Ja. Ja, het is wel. Ik heb jullie het verhaal verteld van die heks en het bolletje, het blauwe bolletje, of niet? Waren jullie daar allemaal bij? Nee. Nee. Nou, dat zal ik dan nog wel vertellen. Of misschien. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat we eigenlijk in ons leven heel vaak ook wel spijt hebben over dingen waarvan we denken dat we ze verkeerd hebben gedaan, maar die ons eigenlijk wel uiteindelijk hebben gevormd zoals we nu zijn. Ja. En dat is wel zo. Ja. Ja. Daarom is het belangrijk ons te realiseren dat het ook spijt niet alleen maar gaat om wat we nu voelen over het verleden, maar dat het ook gaat over op een zodanige manier in het hier en nu leven, dat we niet spijt voelen later. Mm-hmm. Dat is denk ik ook een belangrijke manier om daarmee om te gaan.
Daarmee wil ik eigenlijk, daar wil ik eigenlijk ook nu over vertellen. Misschien kom ik dat verhaal van die kluw, kom ik nog op terug hoor, die bol. Maar laten we eerst even dit deel behandelen. Want wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat als we regelmatig op de dood reflecteren bijvoorbeeld, of op de vergankelijkheid van het leven, wat ik net noemde, van die patiënt die een ernstige prognose heeft van een bepaalde ziekte of zo. Nou, dan heb je dus ook het idee van nu willen doen, de dingen willen doen die belangrijk zijn voor je leven, zodat je later geen spijt hebt. Nou. Dat heb je eigenlijk, zie je dat eigenlijk nog meer genoemd in de boeddhistische tekst dan hoe je omgaat met spijt die er al is. Nou. Want dat is natuurlijk ook, zit ook wel iets in. We kunnen vaak de spijt die er al is in ons leven, als we die nu hebben of niet, kunnen we niet zo heel veel meer aan doen. Maar wat ik wel zo wil noemen, en dat daar een uitzondering op is, is natuurlijk als je duidelijk spijt hebt van iets wat je duidelijk ten aanzien van een bepaalde persoon hebt gedaan. Bepaalde dingen die je hebt gedaan waarvan je spijt had. Die betrekking hebben op een bepaalde persoon. Dan zijn er wel hele mooie dingen, hele mooie gebruiken in het boeddhisme, hoe je daarmee om kunt gaan. Laten we daar eerst mee beginnen, want ik denk dat het voor veel mensen wel heel relevant is. Namelijk, hoe ga je om met, ja, als er conflicten zijn met anderen geweest, of bepaalde dingen van je jezelf spijt hebt. Ik zeg ook hierbij dat het niet altijd zo is dat je zelf alleen fout hebt begaan. Dat staat hier niet, maar dat bedoel ik. Het kan ook zijn dat anderen fouten hebben begaan. Maar dan is het vaak zo, en dat zegt onze leraren in Thailand zeggen dat ook heel vaak, van wees de sterke, wees de eerste die vergiffenis zoekt. Wees de eerste die durft opnieuw te beginnen en om zijn excuses aan te bieden. Dit is een heel oud gebruik in Thailand en wat je ook in het oude Pali terugvindt, in het oude India van de Boeddha. Dat is het vragen van vergiffenis. Als je ooit iets hebt gedaan, een ander verkeerd hebt bejegend. En dit noemen we in het oude Pali noemen we kama. En in het Thais zeggen ze kokama. Kokama betekent, wordt vaak vertaald als het vragen van om een pardon. Of een vragen om vergiffenis. In dit plaatje zie je iemand, zie je een zoon die vergiffenis vraagt aan zijn ouders. Zijn vader in dit geval. Het is toch zijn vader, of niet? Ja. Zie ik het goed? Dat is wel een mannenhand. Ja, het is een man inderdaad. Ja, dat heb je goed gezien. Er is, je ziet hier een aantal typische kenmerken daarvan daarbij. Het gebruik maken van een bepaalde bloemen die daarbij horen en ook een ceremonieel dienblad. Die dingen zie je ook heel veel in ons tempel terug, die gebruiken we hier ook heel veel. En dit is eigenlijk hoe je in Thailand vaak mensen ziet om vergiffenis vragen. Interessant is ook dat wanneer mensen die ceremonie vaak doen, dat op heel veel verschillende vormen en manieren gebeurt. Het is gemodelleerd op de manier waarop monniken het doen. Specifiek heb je een traditie dat monniken, wanneer ze een tijd lang ergens naartoe gaan, afscheid nemen of juist bij iemand intrekken, dat ze dan ook, maar met name bij afscheid, dat ze dan om vergiffenis vragen, zodat er geen slechte gevoelens onderling, dat er geen nare gevoelens achterblijven. Het idee is ook bij Kokkema dat we niet altijd zeker weten wat we verkeerd hebben gedaan. En dat we ook niet per se alles hoeven te noemen. Er is nogal wat discussie over
of wat misverstanden misschien ook, over de uitdrukking in het Nederlands en heel veel andere Europese talen, vergeven en vergeten. Men zegt wel eens dat dat eigenlijk alleen maar vergeven hoeft te zijn en dat vergeten er niet zo belangrijk bij is. Maar heel vaak is het idee ook van opnieuw beginnen juist dat we niet langer het verleden als meetlat of toetssteen gebruiken bij het kijken naar de ander. Ja. Ik was hier net een redactioneel over aan het schrijven voor de nieuwe nieuwsbrief, maar hebben jullie een primeur gekregen. Maar dit is een heel belangrijk aspect ook van vergeven, dat je juist durft, zeg maar, die oude meetlat weg te gooien. En je hebt in Europa heb je ook een wet, misschien heb je daarvoor gehoord, die heet het recht om vergeten te worden. Heb je daarvoor gehoord? Nee. Het is niet echt een wet, maar het is een recht dat is erkend door Straatsburg, het Europese Hof. En daarbij is het dus zo dat je in Europa, op het internet kan het zijn, dus als het informatie opgetekend wordt door mensen, laat ik het goed zeggen, als iets over jou wordt opgeschreven op het internet dat langer dan zoveel jaar oud is, dan heb je het recht om die informatie weg te laten halen in Europa. Dus dat het niet verschijnt op Google zoekmachines. En voor bepaalde nieuwszenders die in Europa zijn gestationeerd, zoals voorheen de BBC bijvoorbeeld, die kunnen dan ook worden gevraagd om bepaalde nieuwsitems weg te halen. En waardoor je dus eigenlijk opnieuw kunt beginnen. En het is wat kritiek op die wet, maar ik denk dat het een mooie illustratie is van het feit dat we soms gewoon ook niet zoveel behoefte hebben aan het eeuwige geheugen. Ja. En dat het internet eigenlijk in die zin ook moet worden gekeken goed naar de morele aspecten van een eeuwig geheugen. En in die zin is denk ik Europa de enige die dat doet in de wereld, die op dit moment durft zulke stappen te maken, hoewel je wel, ik geloof, in Argentinië ook eenzelfde soort wet hebt. Maar waarom is het zo belangrijk? Nou, het is gewoon een vergelijking. Dat je in feite ook als mens nu en dan het recht om vergeten, om vergeten te worden van de ander moet kunnen respecteren. Dat sommige mensen opnieuw moeten kunnen beginnen. Ja. En dat we zelf soms ook niet precies weten wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. Maar dat we dan gewoon zeggen, laten we met een schone lei beginnen. Dat klinkt heel makkelijk en je moet er ook niet te makkelijk over doen. Dat is wel waar. Er is ook een andere manier om met dit soort dingen om te gaan, die wat dieper gaat. En dat noemen we pawarana. Pawarana is een gebruik dat specifiek plaatsvindt onder monniken, hoewel sommige monniken beweren dat het wel eens ook onder Thaise leken, Thaise mensen in de samenleving, ook wel gebruikelijk is geweest. Namelijk dat je aan het einde van de moesson-retraite, dat is in de periode van oktober, november, wat traditioneel de periode is dat monniken ieder zijns weegs gaan en meestal niet zoveel meer bij elkaar samen blijven, maar dat ze meer een rondtrekkend leven leiden de rest van het jaar. En dan, meestal traditioneel was het zo dat de monniken met name samenleven tijdens de periode van het regenseizoen. En daarna ging ieder zijns weegs en dan trokken mensen heel veel rond. En het is nog steeds wel een beetje zo in Thailand en ook in Europa zelfs. En dan heb je dus een moment dat je elkaar de gelegenheid geeft, voordat je elkaar afscheid van elkaar neemt, om kritiek te geven. Dan zeg je dus tegen de ander, is er iets wat ik heb verkeerd gezegd? In de juiste volgorde is het wat ik verkeerd heb gedaan, gezegd of gedacht. Dus misschien heb ik je wel met hele kwaaie ogen aangekeken. Is er iets wat je wil zeggen tegen mij? En het mooie van dat gebruik is,
dat het begint bij de hoogste abt van de die bepaalde tempel. Ja, ja. Die zegt dan tegen alle monniken, als er iets is waar jullie me kritiek over willen geven, dan geef ik jullie daartoe de gelegenheid. Maar tijdens die ceremonie wordt die kritiek meestal niet gegeven. Sommige leraren beweren dat dat vroeger wel was, maar dat is niet in het Pali, die ruimte is in de traditionele ceremonie er niet. Want er zijn gewoon vaak ook te veel mensen en zo. Maar je zegt als het ware, als er vanaf dit moment iets is wat je wil zeggen, zeg het alsjeblieft. Pawadana betekent ook letterlijk een belofte doen als het ware. Of de gelegenheid geven voor de ander om iets te vragen of om iets te doen. Dat is eigenlijk best wel een mooi gebruik, dat je zegt van nou... En je vindt het ook nog steeds in onze cultuur van onze tempel ook terug. Dat mensen, bijvoorbeeld toen ik nog werkte als een vrijwilliger, nog geen monnik was geworden, waren er wel eens dingen die we tegen elkaar zeiden. Dat bijvoorbeeld een vrijwilliger die wat ouder was dan ik, die zei dan van ja, ik heb zelf bepaalde dingen misschien verkeerd gedaan. Wil je iets daarover zeggen? En dan zei hij wat. Of dan zei ik misschien wat. En dan zei hij, ja, ik heb ook iets wat ik over jou wil zeggen. En dat zie je ook terug onder de monniken in onze tempel. En dat is met name natuurlijk, als er wat meer een leeftijdsverschil is, monniken die heel ervaren zijn, die geven natuurlijk sneller wat kritiek dan andere monniken. Dat is dus... Ja, dat zie je wel veel terug, dat proces van leren, blijven groeien. En ook durven te erkennen dat het feit dat mensen durven kritiek te uiten naar jou een goed teken is. Als niemand iets zegt tegen jou, dan denken ze, ach, daar kunnen we toch niks mee. Die accepteert toch geen kritiek meer, dan is het einde verhaal. Dat noemen ze in de boeddhistische teksten gedood in de Dhamma, dat je eigenlijk... Ja, niet langer in de Dhamma. Vanuit het oogpunt van de spiritualiteit ben je eigenlijk niet meer levend, omdat niemand iets nog durft te zeggen om je te doen groeien. Nou ja, dat is een beetje een harde term, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is, die groei. Nou ja. Misschien denken mensen, ja, maar wat kan ik daar nou mee? Ja, je kunt natuurlijk zeggen van nou, in plaats van dat je zegt van we gaan met een schone lei beginnen. Is het ook gewoon van goed van nou, is er iets, wat heb ik dan eigenlijk precies verkeerd gedaan? En geef mij ook de gelegenheid om bepaalde dingen over jou te kunnen zeggen. En we gaan dan opnieuw beginnen. Ja. Dit is ook een vergelijkbaar gebruik onder monniken. Dit noemen we in het Thais plong abat. Maar het Pali is een heel ander woord. Dat is patiteseti. En het betekent letterlijk het laten zien. Het erkennen van een fout. Je zou kunnen zeggen het opbiechten. Dus in het oude India had je het gebruik van het biechten, had je al. En het is heel waarschijnlijk, nou ja, in mijn ogen in ieder geval wel, dat op een of andere manier dit gebruik onder kloosterlingen vanuit India naar Griekenland en dan uiteindelijk ook onder de christelijke kloosterlingen een gebruik werd. En dat we daarom die overeenkomst hebben tussen de biecht van de boeddhistische monniken en de biecht van de christelijke monniken. Maar goed, historisch is dat verband er nooit bewezen, maar het is mogelijk. Mm-hmm. Het erkennen van een fout is de eerste stap, maar er is ook een tweede stap, namelijk dat je voorneemt die fout te verbeteren in wederom je daden, je woorden en je gedachten. Lichaamspraak en geest noemen we dat wel. Dat noemen we ook wel het reporten van het handelen. Lichaamspraak en geest. Want alle dingen die je doet, doe je door je lichaamspraak of geest. En dat is eigenlijk in die zin heel positief. Het is niet alleen maar opbiechten van nu moet ik zoveel keer dit of dat doen of zo. Dat is het absoluut niet. Het is meer dat je zegt tegen de ander, dit is wat ik verkeerd heb gedaan. En dan zegt de ander, heb je dat niet eerder gezien dan in jezelf? En dan zeg je, ja, ik heb het niet eerder gezien.
En dan zegt de andere als het ware van nou, dan verbeter je jezelf. En dan zeg je voor jezelf van ik wil mezelf verbeteren. En dat initiatief komt ook echt van degene die opbiecht. Hè? Van ik ga me dan zelf verbeteren in mijn lichaam, spraak en geest. Het is niet. Er is geen traditie bij ons om een biechtvader te hebben. Dus we hebben geen. Dat was wel. In het oude India was dat wel gebruikelijk in de tijd van de Boeddha. Maar de Boeddha die heeft dat nooit overgenomen. Dus de monniken die leefden ook in vrij los verband. De boeddhistische monniken. Dus er was ook niet altijd een oudere monnik beschikbaar. En het is nooit een gebruik geworden om een bepaalde biechtvader te hebben. Dus het overtredingen bekennen is dus eigenlijk in feite, of gewoon je fouten bekennen, is in feite meer een gebruik naar enige andere monnik toe. Wat je regelmatig kunt doen, nu en dan, om met elkaar in het reine te blijven en met elkaar op een goede manier te blijven leven. Dit is natuurlijk iets wat je niet zo gemakkelijk kunt kopiëren in dagelijks leven, in de samenleving. Maar het is gewoon een voorbeeld hoe je daarmee om kunt gaan. Hè? Er zijn ook mensen die ook hun overtredingen bekennen naar de Boeddha toe, naar het Boeddha-beeld. En dan vervolgens zeggen dat ik mezelf mag verbeteren. Het is heel belangrijk hierbij dat we ons realiseren dat het niet gaat om het zwelgen in onze schuld of zo. Of dat we daarmee als het ware helemaal daarin gaan vastzitten in die schuld. Want we hebben daar helemaal niks aan om onszelf te kleineren. En dat is ook helemaal niet essentieel in het boeddhisme, dat je jezelf als... er is, althans niet in het thuisboeddhisme, wordt er geen waarde gezien in het jezelf als zondig, als verkeerd te zien aan zich. Het is meer het feit dat je erkent dat je bepaalde gebreken hebt en dat je opnieuw wil beginnen. Dat initiatief om opnieuw te willen beginnen moet er altijd bij zijn. Dit komt eigenlijk nog van oudere teksten, zie je dat ook nog terug. Dit is een hele oude verhaal. En dat is een voorbeeld waarbij je dat bekennen van je fouten eigenlijk ook terugziet in het oude boeddhisme. En dat verhaal is eigenlijk heel, heel sterk, vind ik zelf. En het toont wel aan hoe je eigenlijk opnieuw kunt beginnen. Nou, ik moet wel bijzeggen dat het verhaal wat het meest illustreert hoe je opnieuw kunt beginnen na fouten te hebben begaan, is het verhaal van Angulimala. Maar ik heb dit verhaal al een keer aan jullie verteld. Dat is het verhaal van de struikrover en de seriemoordenaar die opnieuw zijn leven begint. Ja. Ik kan dat nog even noemen, maar ik zou nu even een andere invalshoek willen kiezen. Dit is natuurlijk, want het verhaal van Angulimala, hoe krachtig het ook is, het is wel een beetje ver van je bedshow. De meeste mensen hebben niet 999 mensen gedood in hun leven. Het is natuurlijk wel een beetje een extreem voorbeeld. Dit voorbeeld is iets wat minder extreem, maar het is ook wel een vrij levend voorbeeld, zou ik maar zeggen. Het is niet iets wat ons misschien dagelijks zou overkomen, maar het is wel heel psychologisch verteld in de boeddhistische teksten. En daarom wil ik het noemen. Dit is het verhaal van Ajatasattu. Ik zal zijn naam even tikken. En dat is denk ik het verhaal waarmee we dan kunnen eindigen. Ajatasattu was een koning. En deze koning, zijn leven begint eigenlijk, de belangrijkste beslissingen in zijn leven beginnen eigenlijk toen hij al een prins was. Toen hij nog een prins was. En toen maakte hij bepaalde beslissingen die niet zo goed voor hem waren. Er was een monnik in de tijd van de Boeddha, die ook wel eens vergeleken wordt met Judas, de soort van verkeerde monnik. En die had een enorme hekel op een gegeven moment voor de Boeddha.
Omdat hij vond dat de Boeddha hem niet genoeg erkenning gaf. Hij wilde de nieuwe Boeddha worden. Hij wilde de Boeddha opvolgen. En dit gebeurde al aan het einde van het leven van de Boeddha ongeveer. In de latere jaren van de Boeddha's leven. En deze monnik, die heette Devadatta, maar ik zal zijn naam niet tikken, want het gaat niet echt over hem. Maar om een lang verhaal kort te maken, deze Devadatta, die wist Ajatasattu te overtuigen dat hij zijn eigen vader, de koning, moest doden, omdat hij anders nooit koning zou worden. En dat was hij had er heel, heel geniepig over geweest. En die koning, die heette Bimbisara. En koning Bimbisara, die was een belangrijke volgeling van de Boeddha. Dus het was ook belangrijk voor Devadatta om Ajatasattu ook te overtuigen dat hij zijn vader zou doden, omdat het een heel belangrijke volgeling van de Boeddha was. Maar Ajatasattu, die wilde ook zelf graag koning worden. En het duurde zo lang, hij werd nooit koning. En zijn vader, die vertrouwde, misschien had hij twijfels over zijn vader. Hij was best wel jong nog. Maar hij wilde heel graag koning worden. Hij wilde heel graag de macht grijpen. En uiteindelijk wist Devadatta hem dus te overtuigen om in ieder geval zijn eigen vader nog niet te doden. Die stap kon hij nog niet zetten. Maar in ieder geval was zijn vader op te sluiten. In de diepe krochten van het kasteel. Kelders. Ja, de kelders. En daar werd hij dus opgesloten. En wat er dus gebeurde, er gingen heel veel jaren voorbij en die koning die had het dus best wel moeilijk. Die zat dus nog steeds in die kelders en dat ging niet echt goed met hem natuurlijk. En er waren heel veel mensen die hem probeerden te helpen en zo, maar Ajatasattu had het telkens op tijd door. Intussen was natuurlijk Ajatasattu de koning geworden in plaats van zijn vader. En zijn vader had die kans ook gegeven op een gegeven moment. Maar dat was niet voldoende voor Ajatasattu. Die had echt door die verkeerde monnik had hij zoveel wantrouwen naar zijn vader ontwikkeld dat hij toch zijn vader had opgesloten. En uiteindelijk, toen kreeg hij zelf een kind. En de dag dat hij dus zijn kind werd geboren, of kort daarna, die Ajatasattu bedoel ik, hè? Ja. Toen dacht hij terug aan de tijd dat hij zelf nog kind was. En hij dacht dus aan een moment wat hem heel erg bij was gebleven, dat zijn eigen vader zag dat hij gewond was als kind. En dat zijn vader, om een wond te doen helen, er met zijn eigen mond, die wond schoonmaakte. Yeah. Wat we niet zo snel zullen doen in het Westen, maar dat was zo liefdevol. Toen dacht Ajatasattu, toen hij zijn eigen kind zag, toen dacht hij ineens, oh, ik ben zelf ook kind geweest. En ik heb eigenlijk zelf heel veel liefde van mijn vader ontvangen. En toen rende hij onmiddellijk naar de kelder. En hij begon te vragen, waar is mijn vader en leeft hij nog? Maar hij bleek dus net te zijn overleden. Mm. En dat is natuurlijk een heel schrijnend voorbeeld van iemand die fouten maakt en dat het net misgaat. En misschien ken je zelf wel mensen of heb je zelf iets meegemaakt in je leven dat niet zo schrijnend is misschien, maar wel vrij ernstig. Maar in dit geval van Ajatasattu was dit dus heel verschrikkelijk voor hem. En uiteindelijk zat hij dus heel erg daarmee in de knoei. Uiteindelijk wist de mensen die voor hem werkte, namelijk zijn persoonlijke dokter, die wist hem ervan te overtuigen om de Boeddha te komen gaan zien en aan de Boeddha zijn fouten op te biechten, zodat hij opnieuw zou kunnen beginnen. En dat heeft hij ook gedaan. En hierbij gebruikt hij dus deze woorden die op zijn getekend in de oude teksten. En de Boeddha, ik bedoel, dit zijn de woorden die de Boeddha gebruikt als antwoord op zijn biecht. En hij zei tegen Ajatasattu, er is immers vooruitgang, majesteit, voor een edele in de discipline,
als hij een fout als een fout ziet, haar op passende wijze wil goedmaken en zich in de toekomst in acht neemt. En dat moment dat hij dus de Boeddha wilde gaan zien, dat is een heel dramatisch moment en dat zie je hier dus ook afgebeeld in een oud boek met dat verhaal waarin het verhaal is opgenomen. En ja, dus dat is dus het verhaal. Trouwens, een interessant detail is waaronder dus over vrouwen als lijfwachten voor hem liepen. Is omdat hij zijn eigen mannen niet genoeg vertrouwde. Maar ja, dat is een lang verhaal. Het verhaal is dus uiteindelijk dat hij uiteindelijk een belangrijke ondersteuner werd van het boeddhisme na het heengaan van de Boeddha. Dus nadat de Boeddha was overleden, wat we meestal noemen het heengaan van de Boeddha, wist hij uiteindelijk dus een belangrijke ondersteuner te worden, die dus het mogelijk maakte dat het boeddhisme kon blijven voortbestaan. Hij ondersteunde bepaalde bijeenkomsten die werden gehouden. Hij zorgde ervoor dat het boeddhisme een plaats bleef krijgen. Dus in feite wist hij zijn leven net nog op tijd, dat hij de Boeddha nog een hele tijd kon ontmoeten. En wist hij nog een draai te maken aan zijn leven. Dat is natuurlijk een vrij extreem voorbeeld. Maar ik wil maar zeggen, en dat zie je dus ook in het verhaal van Angulimala terug, dat mensen altijd kunnen veranderen. In Angulimala's verhaal was het voorspeld dat hij een gewelddadig man zou worden die onheil zou brengen voor zijn land. En ze waren natuurlijk heel erg bang, zijn ouders, dat die voorspelling zou uitkomen. En uiteindelijk werd hij dus een struikrover die allerlei mensen begon te doden. En het was verschrikkelijk allemaal. En toen kwam hij dus de Boeddha tegen en veranderde dus ook. Maar helemaal extreme verandering. Maar de mensen die konden die verandering niet accepteren van hem. Dus die dachten nog steeds, ja, jij kan wel een mooie rode pij of een wat voor kleur dan ook, een gele pij aantrekken. Maar jij hebt wel ooit mijn familie gedood. Want hij had heel veel mensen gedood. En telkens wanneer hij aan het mediteren was, toen zag Angulimala, zo is dat ook in de teksten opgetekend, zag hij dus telkens al die mensen die hij had gedood als beelden opkomen. Een soort van hele oude beschrijving van PTSD, zeg maar. Of hoe noem je dat in het Nederlands? PTSS. Dat is een posttraumatische stressstoornis en het was eigenlijk iets wat hij heel moeilijk, daardoor kon hij heel moeilijk mediteren. Dus hier zie je dat ook afgebeeld. En uiteindelijk wist dus de Boeddha hem een positieve rol te geven door hem een zegen te laten uitspreken bij een bevalling, bij een vrouw die heel moeilijk kon bevallen. En daarbij zei hij dus de woorden die dus uiteindelijk de gevleugelde woorden zijn geworden die in boeddhisme dagelijks worden aangehaald. Ik heb nooit iemand gedood, nog nooit een vlieg kwaad gedaan sinds ik monnik ben geworden. En door deze enorme beslissing die ik heb gemaakt, dat ik van een seriemoordenaar naar een vredevol monnik ben geturnd, zeg maar, ben veranderd. Dat deze krachtige beslissing ook jou heil mag brengen. Dus door die spirituele kracht dat jij ook voorspoed en geluk in je leven mag vinden en dat je een goede bevalling mag hebben. Nou, dit is het idee van dat je opnieuw begint, dat daar een kracht van uitgaat. Nou, dit zijn zo wat voorbeelden die ik heb genoemd. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook wat jij al zei, Jos, dat je gewoon niet iets gaat doen waar je later spijt van hebt. Dus heel vaak vind je dat ook in de boeddhistische tekst terug als argument om iets niet te gaan doen. Dus als je iets doet waarvan je weet dat je er later spijt van hebt, doe het dan niet. Als je iets gaat doen waarvan je later nooit spijt zal krijgen, dan doe het dan wel. Dat is heel vaak de redenering die de Boeddha ook gebruikt. Dus dat is ook wat je in de oude teksten heel veel terugvindt. Bijvoorbeeld in de Dhammapada, ik heb hier een vertaling.
Dit is een van de oudere vertalingen. Staat er bijvoorbeeld: niet die daad is wel gedaan waarop berouw volgt, waarvan men wenend met betraand gelaat de vruchten oogst. Maar wel gedaan, dus dat je wel behoort te doen, is die daad waar geen berouw op volgt, waarvan men de vruchten oogst met vreugde en welgemoed. Ik weet eigenlijk niet precies wat welgemoed is. Maar het is zeker zo dat dat enige daad die waar geen berouw aan zit, dat dat een daad is waar je je op wil richten. Voor het tenslotte is het natuurlijk ook belangrijk dat we dingen doen in ons leven, dat we het gevoel hebben dat ons leven gevuld is met goede dingen. Dat is natuurlijk de positieve kant. He, dat je de dingen blijft doen die je belangrijk vindt in je leven, en die dingen die je nooit hebt gedaan, dat je daaraan begint. Er zijn ook heel veel goede dingen die we kunnen doen waar we misschien nog nooit aan zijn begonnen. Dus heb je ooit wel eens iets willen doen? Bijvoorbeeld zijn er mensen die je wil helpen? Of ben je nog niet zo vaak voor je ouders geweest? Of zijn er misschien mensen die in nood zijn? Zijn er dingen die je nooit hebt gedaan die je graag wil doen en dat je denkt dat is goed? Of misschien ook meditatie. Dan moet je daar ook niet te lang mee wachten. Want dat kan ook een oorzaak zijn voor spijt. Dus heel vaak sloot de Boeddha zijn lezingen af, zijn redenvoeringen af met de woorden: daar is een boom, daar is een grot. Monniken, ga mediteren, zodat je er later geen spijt van krijgt. Dat is misschien een belangrijke manier om ernaar te kijken. Ten slotte kun je ook het vrijheid van spijt zien als een bron van concentratie in meditatie. Dus hier zie je een traditioneel lijstje wat elkaar volgt. Dus dat je een mooi en ethisch leven leidt, waardoor je geen spijt hebt. En daardoor vind je vreugde en vrede in je meditatie en daardoor dus ook concentratie. Nou, daar wilde ik mee eindigen voor nu. Wat ik zelf uit dit verhaal heb geleerd, eigenlijk uit die hele discussie over spijt en vrijheid van spijt, is dat je regelmatig, denk ik, jezelf moet evalueren. En dat je voor jezelf ook moet nagaan voordat je iets doet. Hè? Of je, als je er later op terugkijkt, dat je daar dan ook nog steeds achter staat. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Voor de rest moeten we soms wel eens, denk ik, wat tijd nemen om echt eventjes uit de waan van de dag te komen. Maar misschien is dat bij jullie niet zo, speelt dat niet zo. Maar ik heb zelf wel eens van, je kunt wel eens heel veel dingen doen, heel veel dingen te doen hebben of te veel in de routine zitten. Ga even uit de waan van de dag soms en neem wat tijd voor jezelf en ga eens even goed nadenken over, zijn er nog dingen in mijn leven die ik meer wil doen of minder? Dus daar wilde ik mee afsluiten voor vandaag. En misschien zijn hier nog vragen over of opmerkingen.